Mijn naam is Erzan Bos en ik ben als artsonderzoeker onder leiding van Paul van Zuylen werkzaam bij de afdeling Plastische Chirurgie in het VUR Medisch Centrum. Kraakmin is van essentieel belang voor niet alleen de vorm, maar ook de functie van uw neus en oren. Bij beschadiging, zoals bijvoorbeeld door brand, groeit dit niet meer terug. Ook het aanbod van geschikt kraakbeen voor reconstructie, zoals bijvoorbeeld uit rib, is erg beperkt. Onze onderzoeksgroep werkt aan een oplossing. We zijn op dit moment in het laboratorium al bezig uit kraakbeencellen en stamcellen nieuw kraakbeen te vormen. Het is uiteraard van groot belang dat wij dit nieuw gevormde kraakbeen de juiste driedimensionale vorm kunnen geven, zodat we het kunnen gebruiken voor de reconstructie van neus en oren. Met alle recente ontwikkelingen op het gebied van driedimensionaal printen lijkt het doel sneller binnen handbereik te komen. Wij willen een speciale scaffold ontwikkelen waarin we de juiste vorm van kraakbeen kunnen laten groeien. Dit doen we met behulp van een gel waarin kraakbeen en stamcellen opgelost zitten. Door deze technieken te combineren kunnen wij in de toekomst hopelijk een menselijk neus of oor reconstrueren voor bijvoorbeeld brandwondenslachtoffers. Met uw donatie, via Flintwave, kunnen wij een essentieel onderdeel van dit onderzoek uitvoeren. Het maken van een scaffold met behulp van een driedimensionale printer in de vorm van een oor en deze geschikt te maken voor reconstructie.